Bij de markgrieten hebben wij drie modaliteiten, noemen wij dat, in ons beheer. Varen, fietsen en wandelen. Naast de bekende markgrieten ligplaatsen op het water hebben we dus nu ook het fietsknooppuntsysteem en het wandelknooppuntsysteem. Het netwerk is een systeem van routebewegwijzering via knooppunten. Inmiddels hebben wij het hele netwerk omgevormd tot één groot netwerk. Voorheen waren het vijf deelgebieden. We zijn hier dus bij een infopaneel. Dat is een paneel die staat op elk knooppunt. Op het paneel kan men zien waar je staat. Je kan een route uitstippelen via de knooppunten. Bijvoorbeeld, we staan nu in Vervet bij knooppunt 34. Knooppunt 34 leidt naar verschillende omliggende knooppunten. Je kan hierdoor een mooie route uitstippelen. Gemiddeld is elk rondje zo'n 10 kilometer lang. In Vervet hebben wij echt gekozen om het netwerk door het centrum te laten lopen. Voorheen liep het wat meer om het centrum heen. En zo kunnen mensen ook de mooiste routes fietsen. Onder andere ook in Gariep bij het Pontje en in Harkema bij de Spitgate hebben we gekozen voor een enkele wijziging in het fietsnetwerk. Zodat mensen ook bezienswaardigheden tegenkomen en ook horeca bijvoorbeeld kunnen vinden. Middels het vernieuwde knooppuntnetwerk willen we graag dat mensen genieten van al het moois wat Friesland te bieden heeft. Zowel de bewoners zelf als toeristen die hier komen.